Goed weekend gehad? Zeer, ja. 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 Ja, ja. Dit in tegenstelling tot Jan Jangon. Oh. Oeh, die had een zwaar weekend. Het is een man die niet te benijden valt, Bart. Want vorige week moest hij namelijk ook de Universiteit van Gent ruim een uur lang vragen beantwoorden van bezorgde studenten. En afgelopen zondag in de zevende dag was het weer een uur lang boze en bezorgde burgers die een vraag mochten stellen en die wilden dat hun problemen werden opgelost. En dus was de vraag aan Jan Jangon, viel het een beetje mee? Het viel heel goed mee. Ik weet dat dat mijn job is. Ik kan niet iedereen tevreden stellen. Maar als iedereen een beetje ontevreden is... Ja, dat zou mooi zijn, toch? Dat iedereen een beetje ontevreden is. Dat is het Vlaanderen waar we naartoe willen. En dan vanuit daaruit werken we dan naartoe naar een Vlaanderen dat 100% ongelukkig is. Maar dat is voor de lange termijn. Het was klokken op Jangon bij de zevende dag. En de eerste klok kwam van een zekere Maarten uit Groggendonk. Hoe komt het dat u Vlaams minister-president kan worden terwijl u niet bent opgekomen bij de voorbije verkiezingen voor het Vlaams niveau? Is dit wel democratisch of is het een vorm van kiezersbedrog? Bam. In your face. Dankjewel Maarten voor je vraag. En begin een lamp ook te hangen op je kamer, want dit is levensgevaarlijk. Maar de boodschap van Maarten is duidelijk. Jangon, u stond op de federale lijst, maar toch minister-president van Vlaanderen. What the fuck, dude? Het klopt dat ik mij aangediend heb op de lijst van het federale parlement. Maar de verkiezingsuitslag heeft wel voor enkele verrassingen gezorgd. Ja, hij had dit ook niet verwacht. De Vlaamse kiezer heeft een signaal afgegeven en daarom zit hij daar. Het is jullie eigen schuld. Maar goed, nu Jangon dan toch zit, wat verdient dat dan precies? €253.000. Mijn vraag is, vindt u dat u dat salaris verdient? En toen moest hij nog een uur, hè? Toen moest hij nog een heel uur. Dat is typisch Hollander om over geld te beginnen trouwens. Maar goed, Jangon liet zich niet uit de tent lokken. Laat ons vooral werken en aan de kiezers om aan het einde van de rit te beoordelen, ja, heb je job gedaan. Ja, terwijl het signaal van de kiezer was dus tijdens de afgelopen verkiezingen, je hebt je job niet goed gedaan. Maar kijk, dat is het mooie van politicus zijn. Je kunt jezelf er altijd onderuit praten. In die zin waren dit geen Q&A's, maar eigenlijk twee masterclasses. Hoe word je een succesvol politicus? Belangrijke truc is bijvoorbeeld, zet mensen op het verkeerde been. He, bijvoorbeeld, er zouden in deze regering toch minder ministers komen. Maar het zijn er evenveel als de vorige keer. Hoe zit dat? De Vlaamse regering, wettelijk kunnen we tot 11 ministers gaan. Ja, we zitten maar op 9. Ja, het hadden er ook meer kunnen zijn. Ja. Maar het zijn er 9. Maar dit klinkt gewoon als een dreigement. Van wel braaf zijn iedereen, anders laten we Joke Schoofdieren terugkomen. Hè? Pas op. De belangrijkste les voor een politicus, en dat weet Jangon heel erg goed, wees niet helder. Blijf vaag over alles. En in het geval van Jan Jangon zelfs onverstaanbaar. De Schotten hebben bepaald met een referendum. Wat was de mening ook daar weer? Dan moet je het systeem vooral veranderen. Vroeger was je... In Brasschaat hebben wij dat systeem ook inbrengen. Dat is dat voornamelijk... Ja, dit is niet te begrijpen. Hij laat gewoon hele woorden weg. En dat is op zich heel erg goed. Voor de mensen die toch willen weten wat wilde Jan Jangon dan eigenlijk zeggen, hebben wij een machine gebouwd, Bart. Ja, de Jan Jangon auto aanvuller of autocompleter. De autocompleter. Ja, dus voilà. Daar gooi je dan die zin in. Ja, ja. En dan vult hij het woord aan wat hij dan wilde zeggen. Dus bijvoorbeeld die zin over Brasschaat. Ja, de zin was daar. In Brasschaat hebben wij dat systeem ook... Ja. Voilà. Als we dat erin gooien, even doen. Voilà. In Brasschaat hebben wij dat systeem ook geïmplementeerd. Voilà. Ja, dat is logisch. Dan heb ik er nog een iets ingewikkeldere zin. Een student vroeg iets over deliberatie in het hoger onderwijs. En toen kwam dit antwoord. Bij mij werd niet gedelibereerd. Dat was, maar daar werd ook gedelibereerd. Ja. Dus weer een raar... Dus gooi hem er maar in. We gaan erin gooien, ja. Bij mij werd niet gedelibereerd. Dat was... Ja, dat was... Al betaald en geregeld via mijn ouders. Okay. We waarderen de eerlijkheid.